Hallo, kijkers van Harm en Frodo, keer met mij terug naar een tijd in Star Wars voordat Kylo Ren zei: Let the past die, kill it if you have to. Let the past die, kill it if you have to. Voordat Darth Vader tegen Luke Skywalker zei: No, I am your father. No, I am your father. Voordat Obi-Wan zei: Only a master of evil, Darth. Only a master of evil, Darth. Voordat Anakin zei: From my point of view, the Jedi are evil. From my point of view, the Jedi are evil. Voordat Anakin in de eerste film zei: Are you an angel? Are you an angel? En keer met mij terug naar The High Republic, waar een man leefde met de naam The Acolyte. En dit is mijn reactie op de Star Wars serie The Acolyte. It's called capitalism. This world must die. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Yeah, I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. George Lucas, de officiële maker van Star Wars, die wou destijds alleen 3 trilogieën maken. Dat is hem uiteindelijk gelukt. Daarna wou hij nog een animatieserie maken over de Clone Wars, genaamd The Clone Wars. Toen eigenlijk vond hij het wel best en hij zei: er moet niet te veel aandacht worden besteed aan alles voor en na die trilogieën. En toch gaat Disney dat doen met een nieuwe serie, The Acolyte, die zich jaren afspeelt voor de allereerste Star Wars film The Phantom Menace. En vandaag gaan we reageren op de trailer van The Acolyte. Dus laten we meteen gaan kijken. Close your eyes. Your eyes can deceive you. Als eerste zien we een hele nieuwe class of younglings. Dat is gewoon best wel tof om te zien. Zij krijgen de les in hoe de Force gebruikt moet worden. We must not trust them. Tell me what comes into your mind. Life. Balance. I see fire. De jonglings beschrijven de Force als balance, als life, als fire. Allemaal dingen die we natuurlijk terug gaan zien in deze serie. Dan zien we opeens een gevecht met stalen wapens in deze serie. Dat je denkt van, ik ken in Star Wars alleen maar de lightsabers, de blasters. En nu zie je opeens gewoon een gevecht met een mes. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. En waarschijnlijk gaat de geest van deze serie over degene die de Jedi's aan het vermoorden is. En over hoe dit wel of niet gestopt gaat worden. What happened? I sensed darkness. Dan hoor je ook staan: I sensed darkness. Misschien wel voor de allereerste keer. Misschien gaat deze serie over het opkomen van de allereerste Sith, de allereerste vijanden van de Jedi. En we zien in de serie ook de Force Users. Misschien wel de allereerste Force Users ooit in het Star Wars universum. Degene die erachter zijn gekomen hoe je de Force kan gebruiken hoe je maar wil. This isn't about good or bad. This is about power. And who is allowed to use it. Je hoort ook de zin: This is power and about how to use it. En toen dacht ik opeens, dit zou kunnen gaan over wie wel of niet de Force mag gebruiken. En misschien zelfs over het geheim houden van het bestaan van de Force voor bepaalde mensen. What is that? En dan zie je opeens de rode lightsaber, die natuurlijk hoort bij de Sith. En zoveel Jedi met blauwe en met groene lightsabers, die we natuurlijk ook kennen. Maar ook met een gele lightsaber, die we in Star Wars alleen terugzien als de bewakers van de Jedi Temple. Die hebben die soort double-bladed gele lightsabers. En ook heel tof om die te zien. En misschien zelfs daar de oorsprong van te kunnen zien in deze serie.
The Acolyte grijpt mijn aandacht omdat het niet zomaar karakters pakt uit de originele trilogie of uit de nieuwe trilogie, maar gewoon een volledig nieuw verhaal gaat maken met volledig nieuwe karakters. Het deed me een beetje denken aan zoals Ender dat opnieuw deed. En dat vind ik gewoon zo tof om te zien. Dat ik denk van, je kan zoveel als je zegt, we doen het 100 jaar voor de eerste film. Of van mijn part 200 jaar na de laatste film. Dat je denkt, er is zoveel nieuws te ontdekken. En je zit nergens aan vast. Je zit niet vast aan een Obi-Wan, aan een Anakin. Je kan gewoon je hele eigen verhaal maken. Het internet is super kritisch op The Acolyte. Ze vinden het niet cool dat dit gemaakt wordt. Omdat het tegen George Lucas zijn wens ingaat. Om gewoon te houden bij die 9 films en niet meer dan dat. En misschien af en toe een serie met nog die karakters, maar niet iets heel nieuws. Maar ik ben heel erg hyped en ik ga sowieso deze hele serie kijken. Laat weten wat jullie denken over The Acolyte in de reacties. Ik ben super benieuwd. Zien jullie er naar uit? Zien jullie er tegenop? Hadden jullie liever een tweede seizoen gezien van een andere serie? Of zeggen jullie juist The Acolyte, dit gaat het zijn? Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem sowieso kijken. Hij komt in juni op Disney+. Dus abonneer je maar alvast en ga het kijken. En ik ben heel benieuwd. Jullie horen sowieso mijn review daarvan nog wel als ik het gezien heb. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Tot ziens. Tot later.